Lieve mensen, welkom terug bij een nieuwe Career Mode. Of eigenlijk het volgende deel van een nieuwe Career Mode, waarin ik de bankzitters heb nagemaakt op FIFA. De afgelopen video kon je zien hoe ontzettend hard de mannen zijn gegroeid en hoe trots ik op ze ben. We gaan gelijk eventjes naar ze toe. Er is veel gebeurd in de vorige video. Ik heb dus de 5 bankzitters nagemaakt. Milo is een 89 rated keeper. Koen is 87 rated. Ik ben 85 rated. Robbie is 92 rated. Mattie is 91 rated. En Jordi Beugelsdijk, een regen die in het team terecht kwam waar de 5 bankzitters bij zaten. Die heb ik gewoon toegevoegd voor de leuk. Een soort legendarische gozer is dat nu, Jordi Beugelsdijk. Die is 86 rated. En dat komt omdat hij voor een spits 87 of 77 afmaken heeft. Maar deze 5, dus haakjes 6 mannen, gaan wij nu volgen in de rest van hun carrière. We gaan kijken welke mannen de Champions League winnen. Welke mannen het WK winnen. Dat zouden ze dan hopelijk allemaal doen, als ze allemaal mee mogen met het Nederlandse elftal. En we gaan kijken wie als eerst eventueel de Ballon d'Or wint. Ik zit ondertussen bij Bayern München. Het team is fantastisch. Ik hoef er vrij weinig aan te doen. Sterker nog, ik hoef er bijna niks aan te doen. We kopen af en toe een spelertje. We simuleren de hele heute met teut. En de rest gaat gewoon vanzelf. Kijk, fantastisch. Wat er de vorige aflevering was gebeurd, kleine recap, is de mannen zaten allemaal bij Colchester. En we kunnen eventjes kijken waar Colchester nu zit. Ik denk dat de game een beetje geglitcht is, omdat we deze spelers hebben gemaakt en uiteindelijk bij Colchester hadden gezet. Want ze waren uiteindelijk gepromoveerd naar de League One. Daar zitten ze nog steeds. We hebben ze allemaal gekocht van Colchester. Ze hebben ongeveer 500 miljoen gekregen. Daar hebben ze helemaal niks mee gedaan. De aandeelhouders die hebben het allemaal in het eigen zakje gestoken. Bizar. Wij hebben dus die spelers allemaal gekocht, omdat ze maar niet weggingen daar. Misschien dat dat later nog zou zijn gebeurd. Maar we moesten zelf de touwtjes in handen nemen. Want als we dat niet deden, zou het ja, misschien helemaal niet leuk zijn geweest, omdat ze daar alleen maar bleven. Dus konden ze alleen zien groeien en niet kijken waar ze heen konden gaan. Dus we hebben ze allemaal gekocht met Bayern. En hebben ze het seizoen erop allemaal verkocht. Aan dus Atletico, Real, Leverkusen, Leipzig en Borussia Mönchengladbach. En we gaan eens kijken of ze misschien ook nog in de tussentijd transfers maken. Gaat wel lastig worden, want de waardes van de spelers zijn echt heel erg hoog. Die van mij zit op 60 miljoen, wat redelijk laag is. Die van Koen op 90, dan Milo ook op 90. En dan Robbie en Matty, die zitten echt op een heel hoog niveau al. Ja, dan gaan we kijken. We zitten nu in het seizoen 2026-2027. Wij hoeven niet zo heel veel te doen. Misschien dat we een nieuwe aanvallende middenvelder kopen. Dat zou kunnen. Ja dan te nee. We hebben het niet per se nodig. Maar we hebben dus 500 miljoen omdat wij alle bankzitters hebben verkocht en daar winst op hebben gemaakt. Dus ja, we kunnen wel gaan spenden. Ik wil Florian Wirtz kopen. En Pogba hebben we dan niet meer nodig. En voordat hij ontevreden wordt en mijn manager rating online gaat, gaan we gewoon Pogba en 100 miljoen ruilen voor Wirtz. En dan hebben wij een van de meest talentvolle Duitsers binnen. Kijk, daar hebben we hem. Cuisance kan er ook spelen, maar dat is allemaal niet nodig. Want Wirtz die gaat dan nu die positie innemen. Mooi. Iedereen weer blij. Iedereen tevreden. Iedereen denk ik binnenkort wel over de 90 heen. Ik ga nog eventjes de contracten verlengen en dan kunnen we gaan simuleren en kijken wat er allemaal gaat gebeuren met de mannen. Paar dingetjes. Als jij nog niet hebt gestemd op Koken met Roelie voor de gouden televisiering, zou je dat alsjeblieft willen doen. Er staat een link in de beschrijving, dan kan je stemmen. Misschien heb je al ooit eens gestemd, maar dat was nog voor een vorige kwalificatieronde. Wij zitten nu echt in de finale, met nog maar 10 anderen. Dus we kunnen winnen. En dan heb je straks daar op de televisiegala, de televisiergala, de bankzitters en ik misschien wel het podium opvlammen. Nou, dat wil je. Dat is content. Dus doe dit eventjes daarvoor. En voor mij. Dankjewel. En een blauw duimpje op zijn. Vergeet niet te abonneren. De volgende video gaat geen career mode zijn met FIFA, maar een career mode zijn wat tot nu toe mijn favoriete career mode ooit op dit kanaal is geweest. NBA 2K2020 is uitgekomen. En dat gaan we dan spelen. Abonneren als je daar zin in hebt. Goed, wij kunnen nu lekker gaan simuleren. Ja, dan noemen we dat toch. Wat ook wel leuk is om te kijken, volgens mij is het WK er op dit moment. Ah, we moeten tegen Griekenland. Nou, dat kunnen ze ook wel winnen. Nederland heeft gewonnen van Griekenland en moet nu tegen Rusland in de kwartfinale van het WK. 1-0 gewonnen van Rusland en nu tegen Frankrijk in de halve finale gaan ze het WK winnen, de mannen. Ze hebben gewonnen van Frankrijk met 0-1. En, oh, derde plaats. Ah, ik denk het is de finale omdat de rest staat. Nee, derde plaats helaas. Ze hebben verloren van Frankrijk. Jammer. Ik had het ze gegund. Ik had het ze fantastisch erg gegund. Wij moeten in ieder geval tegen Arsenal in die finale. En wij winnen natuurlijk. Wat lekker is, want daar krijgen wij centjes voor. Kunnen we dan nog iets lezen over die vorige wedstrijd? Of is dat nu dan weg? Volgens mij heeft Frankrijk hem gewonnen. Hé, daar staat Robbie. Nederland wint van rivaal. Nee, 1-0 maar. Ze scoren niet veel.
Ze scoren echt niet veel, maar het is wel mooi dat je nu Matta de Ligt, Frenkie de Jong en Robbie van de Graaf hebt staan. Dreries, het is 2027, januari. Fantastisch seizoen hebben we gehad. We staan eerste, gedeeld met Leipzig. Ik ga gelijk even kijken of Leipzig zo hoog staat, omdat zij een bepaalde spits hebben. Ja, zeker. Erf van de Graaf, die ze er allemaal uitscoort. Wat goed zeg. Staat het Lamp er ook nog ergens tussen? Nee. Martinez wel, maar die heeft maar 5 doelpunten in 16 wedstrijden. Wat slecht. We hebben Goretzka die 10 doelpunten heeft. Dat is dan wel weer goed. En Coman. Maar die Martinez die scoort niet. Nee, dat is heel erg matig. Hoe gaat het met de Champions League, waar we in zitten natuurlijk? De Champions League gaat het goed. Wij moeten tegen Atletico Madrid. We hadden elke wedstrijd gewonnen in de Champions League. Nou, talking about fucking form. Dat hebben we zeer zeker. Zijn er andere jongens die nog door zijn gegaan in de Champions League? Ik ben even benieuwd. We moeten tegen Atletico Madrid. Dat is Milo's team natuurlijk. Koen is met Real Madrid door. Leipzig zit dus in de Europa League. Zit er nog iemand anders bij? Nee. Ja, wel Leverkusen ook hier tegen Royal Antwerp. Nou, dat betekent dat iedereen nog, volgens mij dus, op Europees niveau actief is. We hebben een goede manager rating. Dat is lekker meegenomen. Milo 89 nog steeds. Koen van Heest 88. Die groeit dus wel door. Want die was volgens mij net 90 miljoen waard. En nu dan bijna 95 miljoen. Ik ben wat gegroeid. Dus ik ga ook lekker. Robbie en Matty zijn nu even hoog. Dat betekent dat Matty Robbie heeft ingehaald. En Jordi Beugelsdijk 87. Ja, die gaat ook nog steeds als de brandweer. En dus allemaal nog actief in de Europa League. Behalve Matty. Want die speelt dus bij Borussia Mönchengladbach. We hebben trouwens ook de regen van Ronaldo aan weten te trekken. Vond ik wel leuk. Nou, dan knallen we hem in één keer door. Ja, want we hebben niemand meer nodig. We zitten nog in de Champions League. We staan eerste gedeeld. Volgens mij zitten we ook nog in de beker. Wunderbar. Kijk eens, 2 keer neutraal beker. 1 keer tegen Hertha. Dat betekent dat we de DFB-pokaal winnen. En neutraal tegen Real Madrid. Het Real Madrid van Koentje. We verliezen. Volgens mij hebben we nog geen 1 keer de Champions League verloren. Terwijl we bijna elke keer de finale halen. Oei, oei, oei. We hebben wel de Bundesliga gewonnen. En we hebben dus de DFB-pokaal gewonnen. Maar we zijn dus 2e geworden in de Champions League. Dat vind ik toch echt wel jammer. Ik vind echt een gemiste kans, jongen. We missen die Champions League zoveel. En we moeten gewoon winnen. En nou is het lekker dat Koen hem heeft gewonnen. Volgens mij is hij dus de eerste die hem heeft gewonnen, de Champions League. Of ik vergeet dat Milo hem heeft gewonnen. Ik weet vrij zeker dat Koen is die dus de eerste is die de Champions League wint. Kijk eens. En in de tweede seizoenshelft is niemand gegroeid behalve Jordi Beugelsdijk. De topscorer kan haast niet anders. Robbie van der Graaf die heeft Haaland eruit gescoord. Lautaro Martinez die heeft het weer een beetje opgepakt. Dat is goed om te zien in de tweede seizoenshelft. Waarom heeft Davies een transfer aangevraagd? Hij is ontevreden over zijn speeltijd. Hoeveel heeft hij gespeeld? Hij heeft 30 wedstrijden gespeeld. Goed, dat is niet mijn probleem. Dat is het probleem van coach van Bayern. En dat ben ik. Maar dat is niet mijn probleem. Op naar het volgende seizoen. We gaan het doen. Spelers ruilen. Aanvaller. Davy, die mag mee. David. En 90 miljoen. De goat van de serie. De echte goat. Fok de bankzitters. Jordi Beugelsdijk, man. Er is sowieso één iemand die dit kijkt die Jordi Beugelsdijk heet. En die heeft echt de tijd van zijn leven. Want die kan helemaal losgaan op social media. Ah, die gaat sowieso Lautaro overnemen. Daar staat hij. Wat we ook hebben gekocht, wie we ook hebben gekocht, zijn Kubo en Tsolis. En het is eigenlijk een beetje gekocht omdat ze wat jonger zijn. 26, 25. Om Gnabry, die nu 31 is, en Coman dan een beetje op te volgen. Zoals Gnabry en Coman ook zelf deden toen Arjen Robben en Ribéry er uiteindelijk mee gingen kappen. Nou ja, met zulke goede wissels kan ik me niet voorstellen dat wij niet gewoon weer in januari 2028 eerste staan met Bayern door zijn in de Champions League. En alle andere bankzitters gewoon weer achterblijven op ons, op mijn management skills. Het is januari 2028. Hier hebben we alles gewonnen. We zaten dus in de Champions League met Juventus, met Porto en met Lyon. Hier hebben we ook alles gewonnen. Hier wat gelijk gespeeld. Hier redelijk oké. Hier slecht begonnen. We hebben ons wel herpakt. We staan wederom eerste gedeeld. Dortmund op een tweede plek. Bayern Leverkusen op een derde plek. Leipzig op een 6e plek. Erg matig. En Borussia Mönchengladbach op een 12e plek. Nou, dat is niet zo lekker. Deze Kwarteng aangetrokken. Een CAM RM RVA van 19. Was een regen die transfervrij was. Dus ik denk dat de regen is van Thomas Müller. We hebben Zotschut aangetrokken. Die heb ik een RVA gemaakt. Daardoor is hij plus 7 omhoog gegaan. En dat is een regen van Lewandowski. En die is nu aangetrokken door Manchester United. Prima. Mogen ze doen. Prima. Mag ook weg, want hij is nu ontevreden. Kans dat er 13 spelers vertrekken. Holy shit. Dit is een probleempje. Hij wil weg bij de club. Oh jee. Hebben we nog een transferbod voor hem ontvangen? Nu kunnen ze hem gratis gaan aantrekken. Oh. Hoe gaat het met de mannen?
89 voor Milo, 88, 86, 92, 92. Ze groeien niet meer. Ze zijn nu al een tijdje echt precies deze rating. Nou ja, mijn taakje zit erop, want ik heb de contracten verlengd en ik heb gewoon weer lopen fluimen als manager. 1 juni, here we go. Pak eindelijk die Champions League. Doe het. 3 keer achter elkaar verloren. 4 keer achter elkaar verloren. 5 keer achter elkaar verloren. En gelijk. We hebben geen 1 keer gewonnen. Mijn managerrating is 54. Hoe kan dit allemaal dan? Horsing, ding, dit, dat, zus, zo. Hoe kan dit? Moet je kijken naar het team dat wij hebben. Oh mijn god. De keeper was geblesseerd. En ik had geen reservekeeper. Dat is eventjes fucked up. Ongelooflijk. Hoe kan dit? Geplande evaluatie. Ja, dat snap ik. Want ik heb gewoon ontzettend lopen fluimen en gefaald. We verdienen nog een kans. Oké, we gaan gelijk door naar het volgende seizoen. En dan kijk ik dan hoe de andere bankzitters het hebben gedaan. Oh. Beetje dom, want ik ben vergeten te kijken hoe de andere jongens het hebben gedaan in de competitie en zo. Maar ze zijn nog steeds niet gegroeid. Ze zijn allemaal hetzelfde gebleven het vorige seizoen. We hebben weer 2 spelers toegevoegd op een gratis transfer. Een Egyptische rechtsbuiten, die hoef ik niet te zeggen. En een keeper uit Costa Rica van 19, die al 80 gewaardeerd is. Dus het keepersprobleempje, dat hebben we nu eventjes opgelost. Hadden we al met Bonen en Davies. Oh, wat schandalig slecht zeg. Oi, oi, oi. Wij kopen Kerim Kalanoglu van Aston Villa. Dat is een Duitse linksachter. Ik heb begrepen dat Raúl de Graaf is benaderd door Atletico Madrid. Bayern heeft een bod van 79 miljoen gekregen voor zijn diensten. Kijk eens aan, ik ben de eerste die een transfer gaat maken. Kijk eens, goed zo. Ik had verwacht dat ze gewoon bij hun club zouden blijven, maar mooi dat er onderling wel transfers worden gemaakt. En dat mijn poppetje dus naar Milo gaat. We gaan weer hartstikke door naar januari 2029. Nou, we gaan eindelijk weer winnen, man. Kom op, precies, gang gang. Het is januari 2029. Wij staan gewoon dik en dik en dik eerste in de competitie. In de Champions League zijn we dus niet actief. Wel in de Europa League. En daar zijn we door. En we hebben 2 gelijk gespeeld. Oké, tegen Braga, Noord-Sjaland en Johnstone. Moet in de rechts standaard luik. PSG zit in de Europa League. Bij ons gaat het wel goed in ieder geval. Iedereen is weer tevreden. Mag ook wel weer. Oeh, misschien is dit het moment waarop we moeten gaan doorselecteren. Goretzka op transferlijst zetten. Waar zijn die minnetjes? Kimmich begint ook af te takelen. Nu kunnen we geld voor ze pakken. 130 miljoen voor Goretzka. Daar gaan ze mee akkoord. Kijk, dat heet nou doorselecteren, hè? Dan gaan wij doorselecteren. En ik weet vrij zeker dat dit de regen is van Kante. Wat een geld. Maar we doen het wel. Oké, geen DFB-pokaal. We moeten wel in de finale van de Europa League tegen Dortmund. De Champions League kunnen we niet winnen. Kunnen we dan misschien de finale van de Europa League winnen? Ja, we hebben eindelijk een Europese prijs met Bayern München. De Bundesliga. Ja, dik ook uiteindelijk. Hertha 2e, Dortmund 3e, Leipzig 4e. Dat Borussia Mönchengladbach van Matti, dat glijdt zo erg af. Ook Leverkusen is afgegleden. Oi, 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 oi. Dat gaat natuurlijk niet zo goed, hè? Ja, met ons gaat het dus fantastisch. Hoef niet te klagen. Hoe gaat het met de mannen? Volgens mij is iedereen nog steeds exact hetzelfde. Ik had deze Karel Woudenberg ook gescout. Want we komen natuurlijk, omdat er een paar van onze mannen in Spanje spelen en een paar in Duitsland, ook dan Nederlandse regens in die competities terecht. Welk team heeft de Champions League gewonnen? Liverpool en Bayer Leverkusen is dus 2e geworden. Dus Liverpool heeft en Koen en Raúl en Milo uitgeschakeld. Robbie van der Graaf, 14 doelpunten maar. Hij is aan het aftakelen. Matthias het Lam, die heeft 13 doelpunten. Die staat 12e op die lijst. Apart eigenlijk dat het zo langzaam gaat. We zitten in het seizoen 2029-2030. Ik ga eventjes alles op orde maken voor mezelf. Zorgen dat niemand bijvoorbeeld een aflopend contract heeft. Dat we dan uiteindelijk vergeten te verlengen. En dat ze dan lopen te janken en zo. Dat willen we niet. En dan ga ik het hele seizoen in 1 keer simuleren. Kijken wat er allemaal gebeurt. En kijken of de mannen omhoog zijn. Want als dat niet gebeurt, dan moeten we weer actie ondernemen. Wij hebben Morris. Ik denk een Kane of Jamie Vardy regen. En Youssouf Demir, de Oostenrijkse Messi, aangetrokken. Die gaan nu op de bank plaatsnemen. En simuleren. Nu, de rest. Kijk eens aan. Ik ben klaar met het simuleren. Het is 1 juni. Ik stop en ik krijg de Champions League intro. Die krijg je altijd 1 keer per seizoen als Champions League begint. Of de eerste keer dat je een Champions League wedstrijd zelf moet spelen. Dus dat betekent dat we in de finale zitten. Dat is een heel groot voordeel.
We moeten tegen Real Madrid. Oké, managerprijs gewonnen, 88 managerrating. Iedereen is goed, iedereen is gelukkig. Een heel seizoen gesimuleerd. Wat fantastisch. Wat casi. Wat goed. Zijn sommige spelers al een beetje gegroeid? Plus 3. Hier voor de Sala regen, die nog niet is uitgeleend. Min 4 voor Tolisso, dat is niet zo best. Pedri, die hebben we gekocht. Deze Braziliaan, die hebben we gekocht. Maar die speelt helemaal niet, maar die is wel plus 2. Da Cunha is plus 4. De Kante regen. Koek, koek, dat is lekker. Afkoopclausule. Prima, gooi weer erin. Of niet? Ja, wel joh. Ja joh, 260 miljoen. Dat ben je bijna nooit, die waarde. Hé, wat goed, wat lekker. En nu gaan we tegen Real Madrid spelen. En we gaan kijken of zij bijvoorbeeld Van Heest daar in de basis hebben. Dat hebben ze zeer zeker. Koentje, koentje, koentje Van Heest. Gaat hij van ons winnen? Nee, wij winnen in de verlenging door doelpunten van Lautaro en Gnabry. Ja. Ze scoren nog in de 88 minuten gelijk maken, maar wij hebben de Champions League gewonnen. Van Koen. Oh, suck it. Oké, dat is allemaal leuk, maar een heel seizoen gesimuleerd. En wederom een heel seizoen helemaal niemand die gegroeid is. We zijn overigens ook eerste geworden in de Bundesliga. Ik weet niet of ik dat had verteld dit seizoen. Lautaro Martinez, 24 doelpunten. Robbie van der Graaf, vierde met 17 doelpunten. En eventjes kijken hoe het in de La Liga is gegaan met mij, Koen en Milo. Waar staat dat? Ben ik er al voorbij? Nee, hier. Barcelona, kampioen. Atletico tweede en Madrid derde. Dat Barcelona, joh, dat zorgt elke keer ervoor dat Milo, Raúl en Koen geen prijzen pakken. Er is interesse getoond in Koen van Heest. Hij is benaderd door West Ham United. Oké, dat is leuk. Koen die gaat naar de Premier League. En ben jij nog op zoek naar FIFA 22? Ga naar gamekoning.nl. Kijk niet verder. Ga niet naar de grote multinationals. Help de kleine Nederlandse ondernemer. Ons dus. Door bij ons te bestellen. Is 2031. Wij zitten weer in de finale van de Champions League. Nadat we in de halve finale tegen Milan kwamen. En we hebben ook van Dortmund en Leipzig gewonnen, dus dat is fijn. En we verliezen van Paris, dus wederom een verloren finale. Nadat we natuurlijk vorig seizoen hadden gewonnen. In de beker uitgeschakeld door Bayern 2. Kijk eens aan, Bayern 2 zit inmiddels in de Bundesliga. Al een paar seizoenen trouwens. Paderborn kansloos gedegradeerd en wij zijn eerste geworden. Ja, tuurlijk. Uiteraard, bim bam boom. Leuk allemaal, maar hoe gaat het met de mannen? 98, oké, ja. Nog steeds hetzelfde. Nou, weet je wat? Dan gaan wij ze gewoon weer allemaal proberen te kopen. Dan ben ik er helemaal klaar mee. Dan gaan we ze allemaal kopen en allemaal bij Bayern zetten. En dan gaan we ze dan boosten. Robbie van der Graaf, trouwens tweede op de topscorerslijst. En toch nog eventjes kijken naar de Premier League, waar Koen nu speelt. En West Ham. 15e. Dat is niet best. Dat is niet best. En de La Liga, waar we nu voor Atletico Madrid zijn. Derde. Real Madrid wint nu. Ik zie nu pas hoe groot ik Koen zijn neus heb gemaakt. Maar we hebben ze allemaal. We hebben ze allemaal. Ja. R van de Graaf. Van Heest. De Graaf. We hebben ook Milo. Staat hij op doel? Die staat nog niet op doel. Matty hier. Die ook wel moet gaan spelen natuurlijk. Waar is Milo? Daar, M. te regen. We hebben een aantal spelers gereld voor ze. Bijvoorbeeld Lautaro Martinez gereld voor Robbie. En Guamares voor Koen. En Klosterman voor mezelf. En dan Milo gewoon gekocht. Op die manier konden wij alle dingen behouden. Ook Pedri wordt verkocht. Die is straks weg. En dan kunnen we gaan spelen. Of tenminste, ik mis nog één ding. Jordi Beugelsdijk kan ik niet kopen. Die miste ik nog. Als we gaan kijken naar ontwikkelingsschema's, is het dan ook echt zo dat het ontelbaar is? Nee, kijk, Milo die kan hier gewoon 89 worden. En mij lijkt het dat ik ook een paar posities heb, een paar dingen heb waar als ik daarin stappen maak, zoals onderscheppingen, wat altijd een probleem had, dat ik dan ook heel snel groei. Die schema's die stonden allemaal op gebalanceerd. En dan duurt het gewoon echt heel lang voordat ze groeien. Terwijl als je gewoon goed in vorm bent, ja, dan gaat dat sneller. Kijk, 148 als hij waarschijnlijk bij een andere club speelt. Maar bij ons, zonder dat zijn vorm nog goed is, 48 weken. Dus 3 keer zo snel. En het wordt alleen nog maar sneller omdat die vorm beter wordt. Niet ontslagen, geen Champions League finale. Wel Champions League finale. Verloren beker. Maar wel de Champions League gewonnen. Oh, de Bundesliga. Oh boys. Kijk, Robbie 93, Matty 93, Koen 89, ik 87, Matt, Milo 90. En dit is wel een probleempje, want Koen is in goede vorm. Maar dan zie je wel echt dat hij bijna niet meer groeit.
Robbie die zou, als het goed is, in uitstekende vorm verkeren. Dus dat is misschien een beter voorbeeld. Precies uitstekend. En dan duurt het ook een half jaar in uitstekende vorm voordat hij groeit. Dus iedereen zit gewoon een beetje tegen zijn plafond aan. Wetende dat de mannen wel gewoon kunnen groeien, ga ik ze weer allemaal op de transferlijst zetten. Kijk, deze career mode moet zijn om te kijken wie waar eindigt en hoe het allemaal gebeurt. En ik denk dat het een beetje geglitcht is. Dat de spelers gewoon op een gegeven moment niet meer groeien. Ze zijn te snel gepiekt. Wat leuk is aan het begin van de serie. Maar nu gebeurt er gewoon niet zo heel veel. Komt ook omdat ze allemaal wel op een leeftijd zitten waarin die groei een beetje stagneert. Wolves heeft voor 107 miljoen een bod gedaan op Milo. Een bod voor mij van 84 miljoen voor Leeds. Dat is erg veel, erg gretig. Goed bod. Transferbod voor het LAN van West Ham voor 144 miljoen onder zijn waarde. Maar we accepteren het wel. Transferbod voor Van de Graaf, voor Robbie van Liverpool. Oh, 231 miljoen. Manet en Bele en Van Heest. Maar die ga ik niet accepteren. Want ik wil nu een beetje dat ze naar de Premier League gaan. En ik hoef Dembele natuurlijk helemaal niet. Precies, Chelsea. 120 miljoen. Daarom. Juni 2033. UCL gewonnen op penalties van Wolverhampton. Bundesliga gewonnen. Geen beker. Hoe gaat het met het team? Managerprijs fantastisch. Bim bam boom. Oh, geweldig. Oké, okay. De mannen dan. Zijn ze weer een beetje gegroeid. Er zit nu heel veel troep hier tussen. Zo sorteren we dat. Robby is 94. Matty 93. Jordi Beugelsdijk. Koen is gegroeid. En dat is het. Wie is er eerst geworden in de Premier League? City. Liverpool tweede. Chelsea. Leeds. West Ham. Wolves 13e. Zaten we wel in de Champions League finale. Oh, iedereen gaat ook weer weg op een gratis transfer. Gelukkig hebben we 970 miljoen, dus zouden we het kunnen opvangen. Maar ik denk niet dat het nodig is. Mensen, het experiment is een soort van geslaagd. We hebben te veel invloed zelf moeten uitoefenen om het allemaal op orde te krijgen. Op dit moment 30, 31 mensen zouden nog 1 of 2 kunnen groeien. Maar dat is het dan. Met een afstandje zijn Matty en Robby de beste spelers. Dan komen Koen en Milo en op de laatste plek. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Blauwduimpjes top zijn. Vergeet niet nog even te stemmen op de Gouden Televisiering. Via de link in de beschrijving. FIFA 22 te pre-orderen bij GameKoning.nl. Te abonneren voor de NBA-serie die eraan komt. En meer hoeven jullie niet te doen. Tot ziens.